3.3, camera's en projectoren. Aan de werking van een beamer en een camera. Even kort kijken wat we hier zien bij een fototoestel. Hier zie je een huisje. Er zit een lens in. Die zorgt voor een scherp beeld. Een diafragma, dat is een opening. Net zoals je pupil bij je oog. Die regelt de hoeveelheid licht. Er is een sluiter. Dus het klepje gaat even open en dicht. En je hebt hier een CCD. Dat is zeg maar een chip. En daar wordt je beeld opgeslagen. Voor een goede foto moet de afstand tussen de lens en de beeldchip verstellen, zodat de foto scherp gesteld is. Dus de afstand tussen de lens en die CCD, die kun je verstellen van scherp beeld. Nou, bij een beamer verander je de afstand tussen het LCD-scherm en de lens. Dus bij een beamer is er een LCD-scherm. En je kunt die afstand veranderen, een beetje naar voren of naar achter schuiven van scherp beeld hier op het scherm. Dus je hebt een felle lamp, je hebt een condenserlens, nog een lens om scherp te stellen, een LCD-schermpje. Nou, de voorwerpsafstand is de afstand van de lens tot het voorwerp, het scherm, en de beeldafstand van de lens tot het beeld waar het scherp is. Dat is een lenzenformule, die geeft het verband weer tussen de brandpuntsafstand, de voorwerpsafstand en de beeldafstand. Dus er is een verband tussen de afstand van het voorwerp tot de lens, de voorwerpsafstand, en de lens tot het scherm, de beeldafstand. En weet je deze, voorwerpsafstand en de beeldafstand, dan kun je uitrekenen hoe sterk die lens is, wat de brandpuntsafstand is, met de lenzenformule. Een voorbeeld, Shiel wil een film afspelen op een beamer, als scherm gebruikt hij een witte muur. De projectielens van de beamer heeft een brandpuntsafstand van 15 cm. De afstand tussen de lens en de muur is 435 cm. Bereken hoe groot Gilles de afstand tussen LCD-scherm en projectielens moet maken. Nou, de brandpuntsafstand is niet B, maar dat is F. De afstand tussen de lens en de muur is de beeldafstand. En dan wil ik de voorwerpsafstand hebben, V. Ik maak van allebei centimeters, zodat het gelijk is. En dan is dit mijn lenzenformule. Ik kan invullen 1 gedeeld door 15 is 1 gedeeld door V plus 1 gedeeld door B. 1 gedeeld door V haal ik voor het is-teken. Dan wordt het 1 gedeeld door V is 1 gedeeld door 15 min 1 gedeeld door die andere. Dan krijg je 1 gedeeld door V. Als je nou op je x min 1 toets duwt, dan doet hij 1 gedeeld door dit getalletje. En dan krijg je V uit 14,5 centimeter. De vergroting kun je berekenen door te zeggen, je deelt de lengte van het beeld gedeeld door de lengte van het voorwerp. Bijvoorbeeld 2 cm gedeeld door 1 is 2 keer. Je kunt ook zeggen, de vergroting n is b gedeeld door v vanwege de gelijkvormige driehoek. Dus de vergroting is lengte beeld gedeeld door lengte voorwerp of b gedeeld door v. Gilles speelt een film af op een beamer. Je ziet de gegevens. Volgens som, hoe groot is nou de vergroting? Nou, V hadden we uitgerekend. B stond er al. Hoe groot is nou de vergroting? Lengte beeld gedeeld door lengte voorwerp lukt niet. Maar B gedeeld door V lukt wel. En dan zie je dat die 30 keer vergroot wordt. Hoe wordt het beeld scherp gesteld in een camera als je een foto neemt? Verander je dan de afstand tussen de lens en de chip? Of de afstand tussen de lens en het voorwerp. Het verandert allebei een beetje, maar hij zit in verhouding erg dicht natuurlijk in het algemeen bij de chip, dus A. Wat betekent de letter F in de lensformule? Dat is de brandpuntsafstand, D. Hoe kun je de vergroting berekenen als je weet hoe groot B en V zijn? Nou, N is B gedeeld door V. B. Wat kun je over de vergroting zeggen als de vergroting N kleiner is dan 1? Dan is er sprake van een verkleining
En dan is het beeld kleiner dan het voorwerp. D. Hier moet je rekenen. Een lens met een brandpuntsafstand van 8 cm wordt gebruikt om een lampje wat 18 cm voor een lens staat op een scherm af te beelden. Op wat voor afstand moet het scherm staan van de lens? Nou, dan moet je B gaan uitrekenen. 1 gedeelte F is 1 gedeelte V plus 1 gedeelte B. Dan moet je formule uiteindelijk om gaan schrijven. En hopelijk kom je er goed uit op B. Nog een rekenopdracht. Een positieve lens met een brandpuntsafstand van 8 cm wordt gebruikt om een lampje wat 15 cm voor een lens staat om een scherm af te beelden. Op wat voor afstand moet het scherm van de lens staan? Nou, nu moet je B uitrekenen. Je weet F en je weet V. Dan schrijf je formule op. En dan kom je hopelijk goed uit op 17,1 cm. Welke lichtbundel ontstaat als V gelijk is aan F, is de vraag. Als het voorwerp in het brandpunt staat, dan kruisen de lichtstralen elkaar niet en dan krijg je een evenwijdige bundel